helemaal happy. Op de spulletjes van Serena heb ik hem leeg. Goedemorgen. Het is zaterdag, ik ben net wakker geworden en ik ben helemaal alleen thuis. Serena die is nog bij Mila, daar heeft ze gelogeerd en Marco is al aan het werk. Dus. En ik ben al heel eventjes wakker, maar ik lig zo lekker in bed, warm. Ik lig nog steeds op zolder en ik wil dat de verbouwing eigenlijk best wel klaar is. In ieder geval van de slaapkamer, daarna gaan we naar het volgende project. Ik wil gewoon weer in mijn slaapkamer kunnen slapen. Dat vind ik veel fijner. Maar goed, ik ga er even uit. Ik ga even douchen. Ik ga mijn haar lekker wassen. Ik ben nu alleen, dus ik ga even gewoon goed er gebruik van maken. Dat ik echt wel even lekker lang goed kan douchen. En dan de dag starten. Oh, ik vind het zo heerlijk dan. Lekker lang douchen op mijn gemak. Echt. En nu verzinnen wat ik aan ga doen. En ik heb echt geen idee wat ik aan wil gaan doen vandaag. We gaan niks speciaals doen. Serena komt echt halverwege de dag thuis. Dus ja, daar kan ik ook niet echt heel veel mee. Dus ja, wat trek je dan aan op zo'n dag? Ik weet het niet. Ik wil denk ik iets makkelijks aan, dat ik gewoon een beetje kan rommelen. Oh, en ik heb wel echt hangertjes tekort. Ik weet niet waar ze allemaal gebleven zijn. Ik had echt meer dan genoeg kleerhangers. En nu komen we gewoon tekort om onze kleding op te hangen. En er zijn er wel een paar kapot gegaan, maar niet zoveel dat ik zo tekort zou moeten komen. Dus het is ook niet dat we gigantisch veel bij hebben gekocht of zo. Er zijn ook dingen weggegaan, dus ik snap het niet meer, maar goed. Dan heb ik nog steeds mijn dilemma wat ik nu aan ga doen. Nou, ik ben beneden geklopt. Nou, Serena is het nog niet. Ja, dan wacht het maar als het iemand staat. Ja. Nou, er stond dus inderdaad iemand voor de deur. De nieuwe foto's die ik heb besteld, die zijn binnen. En ik heb me aangekleed. En het is deze truijurk van Nikki geworden. En deze flared gebreide legging van Silky. Gewoon even lekker makkelijk soepel voor in huis vandaag. Oh, ik ga eerst deze zitten. En wat wil jij dan van me? Je zit me heel de tijd zo aan te staren. Ze wil iets. En zitten kijken. Maar het is geen ei. Eten, drinken heeft ze. Wat wil je dan? Wat wil je dan? Vertel het eens. Ik doe het liefste eten klaarzetten voor de tv. Want dan heb ik wat te doen. Maar echt, kijk deze spacewonen. Kijk mijn hand ernaast. Die dingen zijn lekker groen op groen. Ze zijn echt gigantisch. Nooit meegemaakt, maar wel lekker makkelijk. Als ze willen breken. Wat ik wel te vinden, dan komen ze uit de koelkast en dan ga ik die boontjes breken. Eigenlijk zou ik ze even een uurtje moeten laten staan of zo, maar ze echt ijshanden heb ik daarna. Echt zo bizar, maar goed. Ik ga alles vast klaarzetten. Tijd vliegt als je alleen bent. Ik heb heel veel van die kleine random dingen gedaan, dus, maar eigenlijk niks. Ik heb niet het gevoel dat ik heel veel gedaan heb, terwijl ik dat wel heb, maar... Lijkt het nog alsof er heel veel blijft liggen. Maar goed, Serena komt daar thuis. Dus ik ga echt even gewoon mega snel gebruik maken nog van mijn tijd. En dan ga ik denk ik haar dadelijk iets van een knutselwerkje of zo vragen of ze dat wil doen. Want we hebben allemaal dat soort dingen te krijgen met verjaardag. Terwijl ze eigenlijk bijna nooit knutselt. En ja, dat blijft dan weer liggen. En daar ligt ook die kast helemaal vol mee. Dus we gaan het gewoon eens proberen. Of... Dat, als ze dat dan wil doen, dan kan het daarna al die spullen ervan weg. Dus dat scheelt. Dus ik ga maar hopen dat ze dat wil doen. Zo, ze breken moeilijk trouwens. Ze zijn echt groot, maar ook echt stug. Serena is weer gezellig thuis. Die zit op de Game Boy te spelen. Ik zit op de DS. Mama, dus hebben nu de DS. Oh, mijn papa wilde een potje nu op de DS. En dan mag jij daarna op de DS. En dan ga ik een keer weer op de Game Boy. Maar papa had nog geen... naamslot bij dit spel. Dus die ging ik even maken. Serena is Tetris aan het spelen. Dus heel oud.
Ik peep, Pipe Mania. Dat is niet zo'n oud spel. Even kijken. Aanpassen. Aanpassen? Ja. Je moet toch voor papa een slot maken. Ja. Zo. Nee, je zet hem niet op junior. Maar op volwassen. Oké, okay, dan kan papa het ook proberen. Ja, het al je eigen. Echt niet normaal. 3 uur geleden hebben we gegeten, zoiets. En ik sterf gewoon weer van honger. Dus ik heb rijstwafels met pindakaas gemaakt. Ga ik even eten, ga ik heel even tv kijken. Ik heb net al geëdit. En ik heb vandaag aan dat dressoir gerommeld. En ik heb gewoon besloten, ik ga gewoon die laatste spullen er even uittrekken. En die knal ik gewoon even ergens neer. En ik ga gewoon even kijken wat ik kwijt kan. En dan is die in ieder geval leeg. Want ik loop er zo tegenaan te hikken elke keer. Hij moet gewoon weg. Hij moet gewoon echt weg. Dus dat is de planning voor vandaag. Marcus trouwens nog even kaarten bij je vrienden. Die komt zo thuis. En dan gaan wij ook nog even kaarten. Niet dat ik erg veel geluk heb met kaarten. Maar ja, dat vind ik wel beter dan elke avond tv kijken. Want ja, je zit natuurlijk met een kind vaak thuis samen. Dus er kan er een van twee de deur uit als ze er is. Ja, als maar voor die tv. Ik vind dat zo'n sleur dan. Dus dat wil ik niet. En als ik thuis uit de kast en ik weet het niet meer, heb ik ook nog die foto's binnengekregen natuurlijk. Dus die kan ik eventueel ook nog een stukje weer gaan doen. Dus vervelen hoef ik me in ieder geval gelukkig niet. Maar ik ga even eten. Eten. Helemaal happy. Op de spelletjes van Serena heb ik hem leeg. Ik heb er nog wel wat troep op staan, maar het meeste is al weg. Ik heb ook wat dingetjes weggegooid en zo. Dus ik ben blij. Te hard aan gewerkt. Op die kast wil je het nu niet zien. Dat heb ik even helemaal volgepropt. Maar ik ben natuurlijk aan het rondgaan met opruimen. Dus dat komt later. Deze moet gewoon weg. En dan moet hij leeg. Oh, en echt. De hele tijd met mijn haar aan het spelen. Moet ik niet doen, dan wordt het vet. Ik heb alleen deze pot. Ik heb al mijn vazen en zo op die kast even gegooid. Maar deze past er niet meer op. Dus ik moet even afzinnen waar ik die nu ga zetten. Dit is nog steeds van de vision boards van Sarah Marco. Maar die maken ze maar niet af. Dus het schiet niet echt op. Marco zal met haar plakken, maar misschien dat ik dat al morgen ga doen. Ik ga denk even een appeltje eten. In plaats van ongezond snacken, gewoon een gezonde snack. Nou, het is laat. Ik ga lekker slapen. Marco ligt al te slapen, maar dan geen zin meer iets doen. Kink, en ze wil gewoon weer op beeld. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ga je na al die tijd eindelijk wennen aan het piepje? Maar goed, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei!